Fucking hell. Dat is natuurlijk echt typisch die gasten van New Kids. Om een première in the middle of fucking Noord-Brabant te houden. In a world where the economy collapsed and survival is a hard task at hand. A group of five men will rise and defy all forms of logic. Ben er, het heeft even geduurd. Zo te zien is de rode loper al weg. Volgens mij ben ik echt net op tijd voor de aftiteling. Studenten? Ja. Dan krijgen we dit studentenverhaal weer natuurlijk. Nee. Dan ga je gelijk alle politieke correcte ga je schrappen. Soms. Hey, gefeliciteerd met je film. Dankjewel, echt vet. Super blij. Hoe was het in de zaal? Bizar. Ja, het is wel grappig om te zien als je dan Steven Clifford zin in een grap. En dan zie je terugkomen in die film en dan zie je de reactie van het publiek. Dat is wel vet. Hoe vond je het om jezelf op het witte doek te zien? Ja, het was echt heel cool. Ja, het was heel cool. Het was kort, krachtig. Maar het is gewoon te gek om het dan zo terug te zien. Dat is echt te gek. Ik wou niet lachen, maar ik heb het wel gedaan. En ook heel veel. Hoezo wou je niet lachen? Het is zo platte humor. Het is zo grof. Het is zo smakeloos. En het is zo grappig. CNN. Op je kop, toch? Ja, precies. Maar ik ben de hele avond aan het zoeken geweest hier in het dorp. Ik kon het niet vinden, de bioscoop. Dus ik heb de... Ja, ik heb het film gemist. Nee, niet. Zeker wel. Kut. Kut, man. Is het een beetje een nieuw kid in jou ook, of niet? Ik denk na deze film dat ik misschien wel een beetje een paar dingen van ga overnemen, ja. Zoals? Gewoon mensen slaan en wegduwen tijdens interviews. Feliciteer met deze wederom succesvolle première. Ja, het was een... De reacties van de zaal waren echt uniek. Dus daar heb ik wel van genoten, ja. De lachen... Lach op lach op lach, de verbazing, de ontsteltenis. Ja, het was prachtig om dat mee te maken, want dat is ook een beetje waarom je films maakt, weet je wel. Dat het aankomt en dat het iets met je doet. En wat dat betreft was het super, ja. Hoe voelde je daar in die grote, gigantische zaal met al die mensen die allemaal naar jouw project aan het kijken zijn? Moet je in woorden beschrijven? Kan dat? Misschien in lichaamsbeweging of... Ja! Zoiets, alleen dan heel ingetogen, zo. Maar als je het dan zo op dit scherm, op het doek moet ik zeggen, op het mooie witte doek zo terug ziet, ja, dat is gewoon de shit. Je bent niet zo thuis in de filmjargon. Wat zeg je? Je bent niet zo thuis in de filmjargon. Nee, precies. Hoeveelste film is het voor jou? Dit is, even kijken, ik ben de tel al kwijt. Toppie. Tof. Kut. Ja, ik heb heel veel kut gehoord. Ik heb het nog niet gezien, maar daar gaan we zo meteen op jacht voor. Ja, zeker weten. Wat vond jij het leukste stuk? Kut. Hoe je het beste een brandblusser kan koppen. Ja. Wat? Een brandblusser kan koppen. Koppen? Ja, aardig gooit er maar naartoe. Koppen. Hè? Oh, wat doen we hier? Ja. Stef en ik, wij gingen hier wel eens, mijn broer en ik, gingen hier wel eens naar gewoon kijken, cinema, gewoon een filmpje checken. Ja. Dit is echt een beetje jullie tweede thuis, zeg maar. Nee. Mijn tweede thuis is bij mijn schoonouders, of bij mijn vader en mijn moeder. Buiten mijn eigen huis om, maar dit is wel een plek waar we van vroeger heel vaak kwamen. Probeer het een beetje een mooie symbolische betekenis in je hart te geven. Zal ik een traantje laten? Doe eens. Nee. Ja, als ik nou alsnog heen ga, gaan we met me mee? We zitten heel kansloos dit. Ik heb hem net gezien. Goed dit diepte interview gegeven. Hoe is jullie Noord-Brabants eigenlijk? Kut. kan je dat sowieso zeg maar over je stot krijgen als echt Den Haag? Hagenees? Je kunt natuurlijk altijd je best doen, maar Hagenees blijft Hagenees. Dan doe eens, joh. Gaan we het weer doen, hè? Verrekte Mongool. Heb je vanavond nog een feest? Nee. Jawel. Natuurlijk wel. Helemaal los, man. Pak je al. Wie zijn hier verantwoordelijk voor? Een aantal mannen uit Maaskant. Bom erop, toch? Godverdomme, wat ben jij toch een domme kut? New Kids Turbo. Wat is dit? Yo, die ben ook onder Maaskantje. Can't see, can't on, can't on.